Gesprek met Marnik de Mullemeester, burgemeester van Oudenaarde. Dag Marnik. Goedenavond. Afgelopen week werden enkele cijfers vrijgegeven van Oudenaarde. Wat betreft dodelijke slachtoffers, er zijn families getroffen binnen deze stad. Wat doet dat met u als persoon? Wel, het is natuurlijk altijd toch wel erg om dit te vernemen, natuurlijk, want het gaat toch altijd van mensen zeer dicht bij ons, dus die we gekend hebben. Speelt nu ook geen rol natuurlijk, maar in elk geval zijn het mensen dus die dicht bij u staan. En om dat te horen is natuurlijk nooit aangenaam. Dus we zitten ook in uitzonderlijke tijden in die coronacrisis natuurlijk, waar wij vanuit de stad, vanuit onze intergemeentelijke veiligheidscel, al het mogelijke te doen om de nodige ondersteuning te geven. Naar ons ziekenhuis toe, naar de woonzorgcentra, ook naar alle thuisverplegers toe, alle zorgverleners. Dus wij proberen in dit opzicht eigenlijk toch wel veel ondersteuning te geven. Niet in het minst met beschermmateriaal, dus die toch wel in deze moeilijke tijden zeer belangrijk is natuurlijk, waar er soms ook wel nood aan is. Maar ik denk dat wij niet mogen klagen in onze streek hier, omdat wij dus eigenlijk van in het begin af eigenlijk een voorraad aangelegd hadden aan beschermkledij en beschermmiddelen. Zodanig dus dat we dus nu nog altijd, wanneer dat bepaalde instellingen in problemen komen, dus dat wij er nog altijd gun kunnen verschaffen, zodanig dat dit toch wel belangrijk is, niet in het minst voor de zorgverleners. En dat is toch wel heel belangrijk, dat zij over het nodige beschermmateriaal beschikken, want dat leidt er uiteindelijk toe dat mensenlevens kunnen gered worden. Er is nu ook sprake van een uitbraak corona in het hele hart. Ik veronderstel dat u in contact staat met de verantwoordelijken daar. Wel, we staan in constant in contact met de directie van het Heilig Hart, dus zorg, woon- en zorgcentrum. En het is inderdaad dus vorige zaterdag gebleken dus dat er ook 8 bewoners met coronabesmettingen zijn vastgesteld. We hebben daar ook onmiddellijk onze steun verleend vanuit onze crisiscel. We hebben ook het nodige beschermmateriaal bezorgd en we blijven constant in contact om eigenlijk die nodige ondersteuning te geven. Ondertussen zijn die mensen volledig in quarantaine gebracht, dus die worden zeer goed verzorgd, dus laat ons hopen dat dit goed mag aflopen en dat die mensen eigenlijk dus die quarantaine binnenkort mogen verlaten. Even iets anders nu, het containerpark is terug open en blijkt dat we bij de betere van de klas zijn, naar verluid. Maar voor de mensen die het niet zo goed weten, u kan niet zomaar naar het containerpark gaan, wat is de juiste procedure dat de mensen moeten volgen? Ja, we hebben ervoor gezorgd dus dat wij een afsprakenplatform hebben, waar dus afspraken kunnen gemaakt worden, dus zowel via e-mail als via telefoon, waar mensen afspraken kunnen maken, omdat we vreesden de eerste week, de eerste 14 dagen, dus dat het containerpark open gaat. Dus dat chaotisch ging verlopen, want iedereen natuurlijk, zeker met het goede weer, heeft wel iets naar het containerpark te brengen. Ook het groenafval bijvoorbeeld, dus in deze warme tijden weten de mensen niet waarmee naartoe. Dus het is goed dus dat dinsdag het containerpark open gegaan is natuurlijk. En de eerste berichten die mij bereiken zijn zeer positief. Dus alles is zeer vlot verlopen voor de eerste dag. En ik moet ook zeggen dus dat de mensen enorm veel discipline getoond hebben. Dus ook naar afstandsregels dus, die nagevolgd zijn. En ik kan alleen maar die mensen dus die eigenlijk op die eerste dag naar het containerpark zijn geweest bedanken voor die nodige discipline aan de dag te leggen. Ik denk dat dat in het belang is van een ieder, zowel voor de personeelsleden als voor al diegenen dus die voor die eerste dag naar het containerpark geweest zijn. De ronde tegen corona was zondag hartverwarmend, maar het was er een zonder koers. U kennende weet ik dat u stilletjes hoopt dat er dit jaar nog een echte ronde van Vlaanderen aankomt in Oudenaarde. Zijn er nog mensen die dit hopen met u of moeten we dit jaar niet meer verwachten? Wel, ik denk dat er zeer veel mensen hopen met mij dus dat die ronde alsnog kan doorgaan in de loop van het jaar. Dus dat zal dan in het najaar zijn, waar een goede datum moet geprikt worden in samenspraak en samenwerking met de Belgische Wielrijdersbond en de UCI. Dus waar dus momenteel zeer nauwe en drukke besprekingen aan de gang zijn tussen de organisator Flanders Classics en de UCI.
Nu, het is zo natuurlijk, het was terug een prachtige dag zoals we de voorbije jaren gewoon geweest zijn op de dag van de ronde. Jammer dat het niet doorgegaan is, maar ik denk dat iedereen daar het volle begrip voor heeft. Uiteindelijk de volksgezondheid en de gezondheid van een ieder gaat voor. En alle evenementen zijn afgelast, dus uiteraard ook die Ronde van Vlaanderen. Dus ik zou zeggen, ik druk hierbij de hoop uit dus dat die ronde toch nog kan doorgaan dit jaar. Want uiteindelijk, de ronde is toch wel de belangrijkste wielerklassieker in de wereld. En iedereen kijkt er toch naar uit dus dat die ronde alsnog zou doorgaan. Zij het in vertraging, maar goed, dat zijn nu eenmaal de omstandigheden die ons daartoe nopen. En ik denk dat we er alleen maar versterkt kunnen uitkomen wanneer dat die ronde eigenlijk in het najaar toch nog zou kunnen doorgaan. Hebt u misschien nog suggesties naar de mensen toe? Een woord van moed, van volhouden? Of? Wel, inderdaad. Dus ik kan alleen maar appreciëren dus dat de mensen de voorbije periode, de voorbije weken, heel veel moed aan de dag gelegd hebben. Waar we toch wel merken dat er veel discipline is aan de orders dus die gegeven worden door de federale regering. En waar wij dus als lokale overheid moeten op toezien dat die gehandhaafd worden. Maar ik wil alleen maar zeggen toch dus dat het nog niet gedaan is natuurlijk. Hè. Dus zeker met die goede gunstige weersomstandigheden. Iedereen wil buiten natuurlijk, maar ik zou toch wel de nadruk erop willen leggen. En toch wel willen vragen aan de mensen om eigenlijk dus die maatregelen te blijven volgen. De nodige discipline aan de dag te leggen. Ik denk dat dit uiteindelijk maar dus tot resultaat kan geven dat we hopelijk binnenkort eigenlijk terug, dat het terug is zoals vroeger. Hè. Dus het zijn momenteel nu nog altijd moeilijke tijden, hè? Moeilijke dagen. Maar ik wil toch vragen aan de mensen om de nodige inspanningen verder aan de dag te blijven leggen. We zijn er nog niet, hè? Maar goed, we hebben al heel veel inspanningen gedaan. En ik ben ervan overtuigd, als we dat verder blijven doen, dus dat we samen met z'n allen die coronacrisis zeker zullen kunnen overwinnen. Mag ik u danken voor het goede contact? Ja, met veel plezier. En tot later. Dank u.